Welkom bij de match tegen Moose Kroon. En dan starten we met deze opstelling Afrim in aanval, want André is moe. En we gaan al direct in aanval met Anderlecht. Anderlecht schiet, maar die bal gaat er hoog over. Dan weer al een shot. Kom aan, scheidsrechter. Kom aan. Kom aan. Help de stijve standbeelden langs scheidsrechter Tony Joosteun. Help ook de reviewcommissie. De tackle is goed, maar is de bal alweer kwijt. Schiet, blijft gevaarlijk. Oeh, zware tackle en dan gaan we voorspelen. Afum. Afum legt hem klaar voor Tielemans. Tielemans legt... Oeh, dan gaan we weer een aanval en dan... Ja, daar gaat Anderlecht weer. Anderlecht met de voorzet, niet met de pas en dan. Het staat tot 3-0 en de tweede helft is nog niet eens begonnen, maar nu wel. 3-0 en dan Anderlecht. De match eindigt in 4-0 en dat is een prima resultaat voor Anderlecht. We winnen nog eens met grote cijfers. We staan eerst na 24 gespeelde wedstrijden met 47 punten. Deze Henk staat ook met 47 punten. Dat is de opstelling voor tegen KV Mechelen. We gaan goed in de aanval. Cyril Thiaro. Anderlecht met de pas. Ja, mooie pas. Thiaro alleen voor goal. Anderlecht gaat nog eens. Thiaro alleen voor goal. Thiaro. Gaat hij schieten? Thiaro afleggen? Oeh, dat was een verkeerde keuze blijkbaar, want hij zit er niet in. Dan praat. Daar lag daar voor. Zo staat het 0-3 Thiaro. Thiaro, ja, met de pas. Schieten. Hoekschop Anderlecht. En dan, oeh. KV Mechelen wil de bal wel doen en daar is Anderlecht. Oeh, een inschatting fout. En dan, wat gebeurt er? Zuiver op de bal. Zuiver op de bal, ja. Zuiver. Dat was een ongelukkige overtreding, zullen we maar zeggen. Kan een kaart worden. Rode kaart en door met zijn tienen. Wat denk je, kunnen ze hun voorsprong verdedigen? Wordt moeilijk genoeg, Evert, met een man minder. Zo winnen we dus met 0-3 van KV Mechelen en dat is een prima resultaat. Ook al wonnen we tegen Moose Kroon. Yves van der Haag zegt dat ik veel met aan die tijd heb. En dat is goed. We staan altijd eerst in de stand met 50 punten op de eerste plaats. Wat een mooi resultaat is. Dank je voor het...